we hebben onze eerste gast al op het podium. Edo-Jan Meijer. Edo-Jan is UX-expert bij de politie en ervaringsdeskundige als het gaat om Doolhoven. Edo-Jan gaat ons meenemen in zijn eigen Doolhof-wereld. Ja, dat klopt. Dankjewel. Even kijken hoor. Oh ja, geef wat. Dankjewel, Victor. Heb je een vraag voor Edo? Ja. Dan kan je dus op de manier die we net geoefend hebben via menti.com kun je die doorgeven. Wij krijgen die binnen. We maken daar selectie van als we er tijd voor hebben. En kunnen dan aan het eind van de sessie met Edo-Jan daar nog even op terugkomen. Dank voor de tip, Victor. Ja, dan ga ik snel beginnen. Welkom allemaal. Grote zaal, veel mensen. Leuk jullie er allemaal zijn. Ik begin met deze slide van Steve Jobs, een van mijn grote inspiratiebronnen. Er staat ook weer, the ones who are crazy enough to think they can change the world are usually the ones who do. Nou, ben ik niet degene die misschien de hele wereld gaat verbeteren, maar ik ben misschien wel een beetje gek. Zou kunnen. Hey, dit ben ik. Ik ga me even voorstellen, even snel. Mijn naam is Edo-Jan Meijer. Ik ben 48 jaar. Geboren in Rode, dat is een klein plaatje in Drenthe. En ik ben getrouwd met Leonie. Dat zie ik op de foto. Die komt uit Leek, dat is in Groningen. En ik ben vader van Elisa. En Elisa is 7,5. En in de foto waren we de eerste verjaardag van haar pop aan het vieren. Met gebak en dat soort dingen. Zo doen we dat. Ik ben sinds 2001, ben ik UX-coördinator bij de politie. En ik heb een aantal beperkingen. Meteen maar even zeggen waar het over draait. Ik wil alleen maar leuke dingen doen. Dat is mijn eerste beperking, ja. En ik maak dingen die ik niet leuk vind om te doen, toch leuk. En ga ze dan toch doen, omdat ik ze dan weer leuk om te doen. En ik onderzoek dingen die ik niet begrijp, om er vaak achter te tonen dat er dingen zijn die ik niet leuk vind om te doen, die ik dan weer leuk ga om te doen, zodat ik er met heel veel plezier aan kan werken. En ik heb het idee dat ik een chronisch tekort aan tijd heb. En over chronisch gesproken, ik heb ook MS. Daarom zit ik in een rolstoel. Hoe komt dat zo dat ik MS heb? Nou, dan moeten we even terug in de tijd. Het is 19 juni 2002. Ik was uitgenodigd voor een officiële opening van de Pandadroom in de Efteling. En terwijl ik daar stond, met allemaal kinderen die liepen langs, gesminkt met ballonnen en zo. En in één keer kon ik niet meer lopen. Van het een op het andere moment. Nou, dat was schrikken. Ik ben naar huis op een gegeven moment. Werd eerst door de Efteling getrokken en geduwd door mijn leidinggever, die was er ook. En toen was ik thuis en toen moest ik naar de dokter toe. En die dokter die zag mij en die vroeg van, wat is met jou aan de hand? En ik zei, dat wilde ik nou net aan jou vragen. Nou, dat dokter wist het ook, die stuurde mij naar het ziekenhuis toe. En dan krijg je een anamnese en dan krijg je allemaal andere dingen en zo. En uiteindelijk ook een MRI-scan. En dit is echt mijn hoofd. En dan denk je van, nou, daar zit best wel wat hersenen in en zo. Nou, dat is gelukkig was dat ook zo. Maar er zit ook wat anders in. Dat zijn al die kleine witte puntjes die je ziet. En dat zijn chronische ontstekingen. En dat is MS. Dus hier was een klip en klaar dat ik inderdaad MS had. En dat het eerste wat je moet doen, of wat je wil doen, is het gaan begrijpen. Want je wil weer herstellen. Je wil weer kijken, ik kan nu niet lopen, wat kan ik nog wel? En waar gaat het eigenlijk allemaal heen? En ik werd gebombardeerd met allemaal verschillende termen die ik helemaal niet kende. Het ging over chronische ontstekingen in een centrale zenuwstelsel. Het ging over relapsing, remitting, MS en noem maar op. Hier ben ik een tijdje mee bezig om dit te doorgronden. Waar hebben we het nu eigenlijk over? En op het moment dat je denkt van nu snap ik het, wordt er gevraagd van je moet weer reïntegreren. Je moet weer naar het werk toe. En ik wilde ook heel graag weer werken. Dus ik ging ook naar het werk toe. Alleen dan krijg je te maken met de UWV, in mijn geval het GAK toen de tijd nog. En dan krijg je te maken met, ik ga het voor werkervaringsplaatsen en de wet verbetering poortwachten, arbeidsongeschiktheidspercentage aanvullen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen flauw idee, ik was 27 jaar. Dat was stap 2. Stap 3 was toen ik thuis was en toen merkte ik heb hulpmiddelen nodig, ik kan er niet alleen meer. Ik heb een kruk nodig, ik heb een rolstoel nodig, dingen aan de muur nodig. En wat komt er dan? Dan moet je naar de gemeente toe. Dan moet je WMO-aanvragen doen. Dan heb je het over mobiliteitshulpvragen, over toekenningsbeschikkingen en dat soort dingen. Nog een keer, ik was 27 jaar, ik had geen idee. En ik woonde in Groningen, 1 hoog, heel mooi. Het was een prachtige locatie waar ik zat. Alleen,
Het was een oud huis en ik moest er al flink een drempel over om überhaupt alleen al in de douche te komen. Dus voor mij was dat geen veilige plek meer en ik wilde wel veilig wonen. Dus ik moest op zoek naar een ander huis. Ik moest verhuizen. En dan krijg je dit er ook nog bij. Dan moet je in één keer met de hypotheker gaan praten. Dan gaat het over overlijdensrisicoverzekeringen en dat soort shit. Ik was 27 jaar. Dus binnen anderhalf jaar was de vrije geest die ik was, bestond mijn leven uit dit. Binnen anderhalf jaar, ik was 27 jaar, was dit mijn doolhof. Dit was mijn leven. En dit alleen is al vervelend, kun je vast wel zien. Maar wat er nog bij komt is dit, dat wordt vaak vergeten. De vraag van, kan ik dit wel aan? De vraag van, kan ik dit wel betalen? De vraag van, kan mijn relatie dit nog aan? Hoe ga ik dit tegen mijn ouders vertellen? Kan ik nog bij iemand geld? Kan ik het überhaupt betalen? En de vraag, hoeveel tijd heb ik nog? En hoeveel energie heb ik nog? Die komt er allemaal bij. En dan ben je 27 jaar. De kans is heel groot dat mensen nu zeggen van, als je 27 jaar bent, dit komt allemaal op je hoofd, ik trek het niet meer. Ik stop met werken. En dan ben je Sjaak. Dan heb je een probleem. Dan krijg je 75% van je laatst verdiende loon tot aan je pensioen. En je eerste salaris, dan weet je vanaf dat moment, als iemand je dat vertelt, bij deze, je bent vanaf dat moment ben je afhankelijk van de overheid, van het doolhof. Je kan er niet meer aan ontsnappen, je zit erin. Ik wilde dat niet. Ik wilde wel ontsnappen. Zo snel mogelijk, weg, eruit, als kuifje. Mijn dromen achterna, mijn jongensdromen. Dat heb ik ook gedaan en daarin wil ik jullie meenemen. Ik ben in 2003 mijn reis begon daarin. En ik heb 7 dingen geleerd, lessen geleerd. De eerste is, time waits for nobody. Freddie Mercury. En dit is een waar woord. Als we kijken naar een dag, die bestaat uit 24 uur. In die 24 uur, dan slaap je ongeveer 8 uur. Dan werk je ongeveer 8 uur, dan ben je 8 uur ben je vrij. Dus het komt er ongeveer hierop neer. En dan zeggen we, ja, maar als je slaapt, dan dat heb je niet helemaal mee. Dat is onbewust, dat klopt. Het is niet een onderdeel van je bewuste leven. En dan kan je zeggen, ja, maar we hebben weekenden en vrije dagen en zo, dat klopt allemaal ook. Dus het is ongeveer 62% van je bewuste leven ben je vrij en 50% is werk. Maar van die 62% moet je heel veel dingen doen die je helemaal niet leuk vindt om te doen. Boodschappen doen, administratie doen. Dus uiteindelijk is het 50-50. En wat ik altijd geleerd heb, is als je gaat leven en je kan keuzes maken voor jezelf, dan moet je proberen aan je purpose en je hogere doel te werken. En dat is een overlap tussen waar je van houdt, wat je kan, waar je voor betaald wordt en waar de wereld ook nog wat aan heeft. Als je die met z'n vier gaat combineren en je kan daaraan werken, dan ben je bezig met je purpose. Dan heb je een bepaald doel in je leven gevonden. Alleen, er bestaat ook een tegenovergestelde van deze, heb ik ondervonden. Een tegenovergesteld model en die ziet er zo uit. Wat je niet leuk vindt om te doen, wat je niet kan, wat alleen maar geld en energie kost en waar werkelijk niemand wat aan heeft. Dat is wanhoop. En dit is het gevoel wat je hebt als je midden in een doolhof zit. Je moet van alles wat je niet leuk vindt. Je kan het niet, niemand heeft het geleerd. Het kost je alleen maar tijd, energie, geld. En er is niemand die er wat aan heeft. Dat is doolhof. Ik heb voor mezelf bedacht, weet je wat ik dan doe? Ik ga dingen doen die ik leuk vind. Daar ga ik me op focussen. De rest komt misschien wel, maar dan maak ik het in ieder geval draaglijk voor mezelf. En zo heeft het voor mij gewerkt, mijn ervaring. Ik ging dingen doen die ik leuk vond. Daar ben ik goed in. Daar kreeg ik ervaring in. Werd ik op een gegeven moment gezien als een specialist. Waardoor ik gevraagd werd om nog meer leuke dingen te doen. Zodat ik nog meer leuke dingen kon doen. En weet je wat? Ik werd er ook nog voor betaald. Zo ging het met mij. De tweede les. It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, it's the one that's most adaptable to change. Charles Darwin. Wat ik al zei, ik begon met reizen in 2003. De eerste waar ik naartoe ben gereisd is Canada. Dit is de Cathedral Grove, is dat, Vancouver Island. Fantastische plek, daar heb ik van genoten. Volgend jaar ben ik naar de Grand Canyon, Zion, Bryce afgereisd om daar Amerika te zien. Kuif in Amerika. Toen ben ik naar IJsland gegaan. En nog andere naar de Azoren geweest en naar Brazilië geweest. En die foto's laat ik allemaal niet zien. Maar waar ik wel liet zien uiteindelijk, ben ik ook naar Alaska toe geweest. En dit is de Kenai Fjords. En dit is een van de mooiste gletsjers van de wereld die bestaat op de wereld.
En dan moet je een heel eind lopen, dat kon ik toen nog, met krukken, dat wel, of met een stok. Ik weet nog op dit punt, dat is ongeveer een half uurtje lopen, en dan was je precies op de plek waar je het prachtige overzicht had over die hele mooie gletsjer. En ik stond hier en ik wist, ik ga dat niet redden. Voor het eerst in mijn leven dat ik wist, mijn handicap die gaat me nu tegen mij zeggen, je gaat dit niet redden, vriend. Je moet weer terug. Dit wordt te gevaarlijk. Het is een half uurtje, maar dit gaan we niet doen. Dit trek je niet. En toen moesten we weer terug naar de auto toe. En je begrijpt hoe onversteld teleurgesteld ik was. En toen heeft mijn vrouw het mooiste cadeau gegeven ooit. Wat ze ooit kunnen doen. Dat is namelijk een trip op mijn verjaardag. Ik werd toen 35, 16 juli was dat. Een trip naar Katmai National Park. En daar zo aangekomen is met de bushplane en dan van de bushplane naar deze, de flowplane, watervliegtuig. En uiteindelijk kwamen we daar en kon ik daar de mooiste foto's maken die ik mijn hele leven wilde maken. Dit zijn mijn jongensdroomfoto's. Katmai National Park. Het leuke van dit is nu dat ik in één keer begreep dat al kon ik onvoorstelbaar goed lopen, dat ik hier niet was gekomen zonder hulpmiddelen. Ik had het vliegtuig nodig om hier te komen. En toen dacht ik in één keer, als dit kan, misschien kan ik dan ook een andere jongensdroom van mij verwezenlijken. Dat was Borneo. Ik wilde altijd naar Borneo toe. Mijn vader komt uit Indonesië, ik ben een halfbloed. Ik wil naar Borneo toe. Ik wilde de orang-outans daar zien, in het midden van de jungle. Alleen, het is daar onvoorstelbaar warm en de luchtvochtigheid is heel hoog. En dat is niet zo goed als je MS hebt. En toen zijn we wezen onderzoeken en zo. En toen bleek dat je ook op een andere manier, in plaats van lopen, naar het binnenland kon van de jungle van Borneo. En daar zo heb ik wel degelijk die foto's kunnen maken van de orang-outan. Wild, daar zo. Een ander wat ik heel graag wilde doen is, hè, kuifje in Tibet. Ik wilde naar de Himalaya toe. Ik wilde hier naartoe. Tibet is aan de andere kant van de berg. Daar mochten we toen niet komen. Nepal mochten we wel komen. Alleen om hier te komen, lang dan is dit, moet je op een helikopter, daar kon ik niet betalen. Met de auto kon je niet komen, lopen kon ik ook niet. Uiteindelijk hebben we besloten, we gaan het toch doen. En hoe hebben we dat gedaan? We hebben leren paardrijden. We hebben 2 weken lang daardoor de Himalaya op een paard gezeten. We waren de enige toeristen die dat deden. We hebben er 2 weken van genoten. En uiteindelijk heb ik wel zonsopkomst in de Himalaya, over de Himalaya, kunnen meemaken. Mijn derde les. The future belongs to those who prepare it for today. Dan heb ik het over zorgen maken. Ik maak natuurlijk heel veel zorgen. Na de diagnose. Wat gebeurt nu allemaal? Soms dacht ik, het voelt gewoon niet goed. Dat onderbuikgevoel, weet je. Iedereen herkent dat wel. Toen dacht ik, ja, maar dat staat nergens op. Waarom zou ik daar zorgen over maken? Dus die heb ik allemaal weggesneden. Nou, er waren nog wel wat als iemand anders zou denken dat ik een beetje moeilijk loop en dat ze wel niet zou kunnen. Toen dacht ik ook, ja, maar maakt mij dat nou uit wat alle mensen ervan denken? Ook weggesneden. Ik voel me niet lekker, ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik zou naast MS misschien ook nog wel een hersentumor hebben. Ik zeg maar wat. Slaat natuurlijk ook nergens op. Kunnen ook allemaal weg. Het is al een keer eerder gebeurd, dus het zal nog een keer gebeuren. Dat staat ook nergens op. Die kunnen ook weg. En dan hadden we, kan ik straks nog wel wat ik nu nog kan? Nou, dit is voor mij een legitieme zorg. Dat is nog maar de vraag. Dus wat ik toen heb gedaan, wat we toen hebben gedaan, en met elke beslissing die we maken, hebben we gekeken naar de toekomst. Dus dit is ons huis, plattegrond van ons huis in Bennekom. En we hebben dit huis speciaal gekocht, omdat we een mooie garage daarvoor zagen. Daar kunnen we dan misschien later een badkamer van maken, en enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dit is wat je hier ziet, is een schets van de tuin. Zometeen, het is nu al voor mij moeilijk om de tuin door te gaan, zometeen kan het wel. Daar kan je van tevoren plannen over maken. En het tweede is, ik kan het niet meer. Dat zijn ook zorgen. En die zijn heel confronterend. En die moet je meteen accepteren. Accepteren en naar handelen. Zo heb ik meteen mijn auto toen aangepast op het moment dat ik dacht van, dit is niet meer veilig, niet meer vertrouwd. Ik moet het anders doen. You can depend on your eyes when your imagination is out of focus. Les nummer 4. Mijn vrouw was zwanger. In haar eentje. Dat kon ik niet. We hadden zo lang, deden we alles met z'n tweeën. In één keer was zij alleen zwanger en ik kon er helemaal niet over weg. Hoe kan dat nou? Zij verandert en ik niet. Ik wil ook papa worden. Nou, dat heb ik toen wat ik toen heb gedaan, is alle echo's die we hadden, die heb ik nageschilderd. Dit is allemaal het schilderij wat je hier ziet. Op grote doeken. En dan heb ik weer verder gegaan.
nog meer doeken gemaakt. En die meest, voor jullie rechts, de meest rechtse, die is een paar weken voordat ze werd geboren, die geschilderd. Dus toen zij werd geboren, ik wist precies hoe ze eruit zag. Het was geen enkele verrassing. Ik had 100 keer met mijn kwast over haar neus geaaid. Ik wist precies hoe ze voelde. En daarna ben ik 8 maanden doorgegaan en heb elke week een nieuwe tekening gemaakt. Ik denk dat ze het best gedocumenteerde kindje is in de hele wereld, denk ik. En op het moment dat zij het kon vasthouden, zijn we met z'n tweeën gaan schilderen. En toen kwamen dit soort schilderijen eruit. Ze zijn ook fantastisch. Dan deze, It's Okay If You're Lost. We're all a little lost and it's okay, van Nightbird. Deze vond ik ook interessant. 10% van ons, dus er zitten ongeveer 500 man hier in de zaal, 400. 40 van jullie hebben een handicap. Zijn beperkt, gemiddeld gezien. Zijn best veel. En toen kregen we dit een tijdje geleden, de lockdowns. En Mark Rutte die heeft zijn woord gehouden. Nederland ging inderdaad op slot. En we waren allemaal van padje. Dit deed pijn. Allemaal. Allemaal? Nou, niet allemaal. Ik dacht, nou, in principe veranderde dus helemaal niks voor mij. Nee, want ik zat al thuis. Ik moest al thuis werken. En ik had al gezondheidsklachten en zo. Toen dacht ik, nu worden we vast gebeld. En dan mogen we op televisie komen om vertellen hoe wij dat allemaal doen. Daar gebeurde niet. Dat vond ik heel bijzonder. Want tijdens corona was niet alleen die 10% was beperkt, maar heel Nederland was beperkt. En zo konden we het ook zien met kleurenblindheid. Zo kan je het ook zien met laaggeletterdheid. Dat kan je ook zien met motorische beperking en dus ook met corona. Als de context verandert, kan iedereen een beperking hebben. En dan de laatste, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. Whatever you do, you have to keep moving forward. En dit is even een hele persoonlijke. September vorig jaar, ik heb MS en ik kreeg corona bij. Toen belandde ik in het ziekenhuis, was ik helemaal verlamd. Toen kwam ik weer terug naar een flinke kuur. En wat gebeurde toen? Ik kreeg een longontsteking eroverheen. En dit is een cocktail uit de hel, kan ik je vertellen. Het duurde niet lang of ik kon helemaal niks meer. Maar dan ook echt helemaal niks meer. De eerste vraag die ik had, kan ik dit overleven? Na een paar weken wist ik, ik ging het overleven, maar het was de vraag, kan ik herstellen? Kan ik het gevecht weer aan? Ik begon met waar ik 21 jaar eerder mee was begonnen. Dingen doen die ik leuk vond. Zo moest ik van de ergotherapeut met sandpaper, hoe heet dat? Schuurpapier, mijn vingertoppen weer proberen te activeren. Toen dacht ik, nou, wat kan ik leuker? Dus ik heb al mijn dozen Lego gekocht. Werkte net zo goed. En mijn dochter is nog blij mee ook. Ik heb mijn creativiteit weer naar voren gekregen door eerst echo's te schilderen van bevriend stijl. En daarna, nou ja, heb ik net opgeleverd die aan de rechterkant. Mijn conditie weer op peil gekregen door heel veel te oefenen. Kleine stapjes vooruit, kleine stapjes vooruit. En mijn levensvreugde weer teruggekregen door heel veel leuke dingen te doen. En daarom vind ik het zo mooi om vandaag hier te zijn. Mijn leven met MS, 21 jaar nooit meer beter worden. 21 jaar leven met een beperking, pijn, frustratie, teleurstelling, afscheid nemen en shit. Maar ook 21 jaar dingen doen die ik leuk vind. 21 jaar ben ik professioneel kuifje in mijn eigen album, in mijn eigen avontuur. Ik kan me geen rijker leven voorstellen. En MS is wel de trigger geweest voor die verrijking. Dus maar 7 lessen voor jullie. 1, concentreer op dingen doen die je leuk vindt. Daar ben je meestal stervens goed in. Werk vanuit de visie. Weet wat je wil bereiken en hoe je er komt. Dat maakt niet zoveel uit. Bereid je voor op toekomst. Wees moedig om hulp te zoeken. Je kan het sowieso niet alleen. Blijf nieuwsgierig. Koester wie of wat je lief hebt en laat ze nooit meer los. Iemands mogelijkheden of beperkingen zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden, heb ik geleerd. En het leven is niet vanzelfsprekend. Knok jezelf vooruit, terwijl je geniet van het nu. En nummer 7, les 7 is, however the difficulty in life may seem, there is always something you can do and succeed at. En als Steve Jobs helemaal in het begin met kanker onsteeds duizenden mensen kan inspireren, Steve Hawkins kan er met ALS in zijn wheelchair ook voor miljoenen mensen, en ik heb misschien jullie kunnen motiveren, dan wil ik jullie vragen wat jullie kunnen doen om de gebruikers, jullie zelf, de bezoekers, jullie familie en bovenover jezelf te inspireren en te motiveren om alles uit het leven te halen wat erin zit. Dank jullie wel.
Ja. Wat een verhaal. En jij gaf het al in het voorgesprek een beetje aan. Meestal is het stil naar mijn verhaal. Ja. Dat bleek nu ook wel een beetje met de vragen. Maar de eerste die wel binnenkwam, en hij is heel praktisch, maar zo bepalend denk ik, was de toegang tot het podium toegankelijk? Nou, dat is een hele goeie. Dit is, het is een hele mooie locatie. En het is goed geregeld, er is daar. Dus de toegang hier naartoe, naar het podium, was goed. Met het laatste stukje met een beetje hulp, helemaal top. Hier naar binnen komen, dat was een ander verhaal. Want je komt binnen in de grindbak en daarna moest ik op die vlonder overstappen. En dan, dat was best lastig. Maar het is toch gelukt. Dus het begint dus al voor de voordeur. Ja. De sheets, krijgen we daar een kopie van? Dan kijk ik even naar de organisatie. Dat gaat ongetwijfeld geregeld worden. Dus foto's zelf gefotografeerd. Nou, jouw verhaal nu kennende, ja. Ja, wat ben jij inspirerend? Nou, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik denk, als we ingaan op de vraag, en helaas hebben we de tijd niet. Hoe kun je dan zo reizen bekostigen werk? Ongetwijfeld. Maar ik denk dat je daar ook nog desnoods een uur over verder kan praten. Ja. Blijf je nog in de buurt? Dus, ik blijf nog in de buurt, ja. Dan is dat ook een optie om even met jou door te praten. Ja. Heel erg bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Dank u wel. Uit het Doolhof.